Alle Surinamers die in het buitenland zijn gestrand vanwege de coronacrisis zullen financiële bijstand krijgen. Dit benadrukte minister Irdis Polak-Biegli gisteren op de COVID-19 persconferentie in de congreshaal. De bewindsvrouw is op de hoogte van de klachten van de gestrande Surinamers ten aanzien van de repatriëringsplannen van de regering. Ze wijst er echter op dat de regering er alles aan doet om elke Surinamer bij te staan. Er zijn reeds middelen vrijgemaakt om de mensen te helpen, onderstreept Polak-Biegli. Laat mij dit zeggen. Elke Surinamer die gestrand is in het buitenland en die in nood is, komt hiervoor in aanmerking. Ik heb net begrepen dat u zegt dat CONSA geen antwoord geeft. Gelukkig heb ik in de ware tijd een week of twee goed gelezen dat een burger heel blij was met een antwoord vanuit consulaire zaken. Dus soms kan het gebeuren dat er geen antwoord komt. Maar u hebt daarvoor meerdere opties, meerdere e-mailadressen. We weten dat er consa@gov.sr is, consa met een C, met een Z aan het eind, @gmail.com. Maar we hebben ook de post in New York, waar men naartoe kan e-mailen. Het e-mailadres is pm.vn@gov.sr. En we hebben ook het consulaat in Miami. En het adres is ook te vinden online. Wat ik voorstel is dat deze persoon ook die adressen aandoet. En als die in nood is, aangeeft dat we ook kunnen helpen. Afgelopen zondag is de avondklok als onderdeel van de partiële lockdown ingegaan. Alleen mensen die vanwege essentiële diensten de straat op moeten, mogen zich over de openbare weg begeven. Veel bedrijven hebben een beroep gedaan op het NCCR om hun werknemers te voorzien van een pasje, zodat ze toch over straat kunnen zijn gedurende de avondklok. Kolonel Jerry Slijngaard van het NCCR benadrukt echter dat dit niet zonder meer kan. Het is voor essentiële werkverkeer die dus goedgekeurd gaat worden. Denkt u alsjeblieft niet, en wij vragen u om mee te werken daaraan, om niet straks te horen van we zijn onbeschoft, et cetera. Want we vragen het expliciet nog een keer, als u vraagt om pasjes voor mensen die op straat, over straat moeten zijn, moet het zijn mensen die voor hun werk noodzakelijkerwijs en essentieel op straat moeten zijn om hun taken uit te voeren. Securitybedrijven, u moet mij niet uw hele lijst sturen en verwachten dat wij het gaan tekenen. We gaan dat niet tekenen. U moet mij een lijst sturen van de mensen die voor die avond op straat moeten zijn. Dus bij wijze van spreken, als u een uitrukteam heeft, wie zit in uw uitrukteam? Maar iemand die een statische post heeft ergens, die moet u moet me niet vragen om die persoon vrij af te geven om dus tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens daar te zijn. Die persoon moet dan op wacht staan. Dat was kolonel Jerry Slijngaard van het NCCR. Op de persconferentie van vanmiddag is bekendgemaakt dat er een 9e persoon positief getest is op het COVID-19 virus. Meer informatie daarover in het journaal van morgen.